Dinsdag, het is ondertussen al iets na 4, maar ik heb nog niet veel gefilmd. Deze voormiddag was heel druk. Klaargemaakt, een beetje van mijn oefeningen en ik ga het straks verder doen. Naar de gemeente geweest voor documenten. Thuis tot hulp was hier. Dus ik heb niet veel kunnen filmen, ook niet veel interessant gedaan. Ik heb een paar mailtjes gedaan. Nu ben ik even Netflix gaan kijken, want mama zit in een andere ruimte meeting te doen. Ga ik zelfs nog met jullie iets unboxen. Iets best interessants, denk ik wel. En dan ga ik nog sporten, maar ik ga terwijl zij meeting aan doen, dus ga ik even... Netflix kijken, ik heb deze serie opgezet, of film, ik weet niet eens hoe het heet, Malibu Rescue. Dus ja, dat heb ik opgezet. En dan hebben ze vandaag ook een afwasmachine geïnstalleerd, dus we hebben een nieuwe afwasmachine, eindelijk. En dat was kapot gegaan in corona, de juiste week voor corona. Niemand is dat meer kunnen... komen vervangen en zo. En dan hebben we er lang moeten wachten, want sommigen waren er dan niet meer. En dan was er één die is pas in, zou er pas zijn in juli, eind juli, begin augustus. En dan hebben we geluk dat ze iemand een machine hadden gevonden wat vandaag geleverd kon worden. Dus super fijn. Niet dat we niet graag de afwas zo met de handen deden, maar het is toch gemakkelijker en zeker als je vrij wilt zijn en niet te veel werk. Want je verloor er altijd enorm veel tijd aan als je nog weg moest of weet ik veel wat. Dus vind ik super fijn. Maar ik ga nu even kijken en dan zie ik jullie zelfs. Mama heeft gekookt. Macaroni met worst. Zo, ik ga jullie iets verder zetten. Voilà. Ik zit weer neer op mijn kamer, dus dat betekent dat we eerst weer iets gaan praten. Het is meer een unboxing wat ik nu ga doen. Ik heb zelf eigenlijk vrij gevoelige huid. Een vrij gevoelige huid op vlak dat rap vettig is. Dus dat is wel niet zo fijn, maar daar kan ik nog eens een ander soort video over doen, zo rond skincare of dagroutine of nachtroutine. Nu, ik ben bij de Issy Paris spulletjes gaan halen. Wel al zaterdag, we zijn nu dinsdag. Maar was één productje was er niet en dat is dus met vertraging doorgekomen, waardoor het pas vandaag hier was. Dus daarmee dat ik pas vandaag de unboxing met jullie doe. Het is ook nog volledig allemaal ingepakt in de Issy Paris zak. Ik heb er nog niks uitgehaald of niks veranderd. En dan is er nog iets anders, maar we zullen er aan beginnen. Eens kijken. Ik vond het wel leuk. Op het doosje staat van Issy Paris. Thank you. De verpakking. Ik heb zo een 3-stappen verzorging van Kliniek. Dat is wel een heel goed merk. Zij hebben ook zo speciale... hoe moet je dat zeggen? Zo... speciale artikelen, speciaal voor mensen met een vettige huid, mensen met last van puistjes, mensen met een heel droge huid, mensen met ontstekingen van de bloedvaatjes en zo echt specifiek voor uw gezicht.
Dit is by the way ook helemaal niet gesponsord door Ici Paris of Clinique. Niks is gesponsord in deze video, even erbij zeggen. Maar ik heb van de Anti-Blemish Solution heb ik mijn productjes. Als eerste, dit is denk ik nummer 1. Dus in een 3 stappen dingen. Ja, dat is nummer 1. Dan heb ik de Anti-Blemish Solution Cleansing Foam. Dus dit is een mousse. Oeh, sorry. I don't know if you can see it. Ik zal mijn productjes beneden ook nog in de description box zetten. Op de achterkant staat heel duidelijk wat je moet doen. Ook op doosje staat het. In de winkel hebben ze me ook wel uitgelegd wat ik moet doen. Het was deze eigenlijk wat ze niet meer hadden in de Ici Paris. En dus was bijbesteld. Maar het wordt gratis thuis geleverd. En eigenlijk vrij snel. Zaterdag besteld. Dinsdag in huis. Dus eigenlijk vrij goede service. Dan heb je hier stap 2. Dit is een clarifying lotion. Je ziet hier ook dat hier zo'n poedertje in ligt. Dus je moet die voor het gebruik heel goed schudden. Dit is deze. Voilà. Dus ze hebben mij gezegd, je kunt dat 's ochtends en 's avonds doen. Maar het beste zou je de 3 stappen elke avond doen. Eerst proberen. Als dat genoeg effect heeft, dan zo laat. En anders ook 's ochtends erbij doen. Maar het is wel best krachtig, dus niet overdrijven wordt er gezegd. Dan de derde is Oil Control and Cleansing Mask. Oei, nee. Sorry, dat is een foute. Ik was nummer 1 aan het zoeken. Nummer 3. Dit is nummer 3. Dit is de Anti-Blemish Solution All Over Clearing Treatment. Dus deze zorgt dat uw huid heel goed gezuiverd is en zo. Ik zal het eruit halen. Dus dit is stap 3. Stap 3. Dat is zo'n tubeje. Het zorgt eigenlijk goed dat de huid gehydrateerd blijft. Want ja, na stap 1 en 2 kan het wel zijn dat die vrij droog wordt. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Want het licht is hier niet zo goed. Maar ik zet sowieso alles ook nog eens in de comments. In de description box. Excuse me. Dus dit zijn mijn 3 stapjes. Ik zal stap 1 er ook eens uithalen. Dus dit is stap 1. Stap 2. Deze is heel belangrijk om heel goed te schudden. Want hier ligt poeder op de... En dit is stap 3. Dat zorgt er eigenlijk voor dat het terug goed gehydrateerd wordt. Dus dit is eigenlijk voor het goed te reinigen, diep te reinigen, alle olie, alle vuiligheden van de huid af te halen. Deze zorgt ervoor... Wacht, hè, deze weet ik niet meer. Dus dit is ook nog eens voor heel diep te reinigen, de onzuiverheden, zwarte puntjes, de puistjes goed leeg te maken. Daar is deze. En deze droogt dan ook weer een beetje uit, waardoor je deze moet gebruiken voor te hydrateren achteraf. Hier heb je ook maar een heel klein beetje voor nodig. Een ertje ongeveer van deze. Dus dit zijn mijn 3 stappen die ik vanaf nu elke avond ga doen. Ik ga hierna ook... Ik zal jullie ook op de hoogte houden wat ik ervan vind. Nogmaals wil ik zeggen, niet gesponsord. Dit is gewoon niet gesponsord. Maar ik wil gewoon een beetje reclame maken. Want ik weet, voor mij is het heel moeilijk om producten te vinden wat goed zijn. Maar ik denk ook voor heel veel andere mensen. Voor uw huid, omdat sommige producten bevatten siliconen en zo. Dus allee, dat is niet aangenaam om op uw huid te hebben. Geeft irritatie. Sommige mensen droogt het uit. Alleen bij iedere huid is het wel verschillend.
Dus ja, ik heb ook een boel staaltjes gekregen. Ik zal deze ook even laten zien. Dit is een parfum van Flower Bomb V&R. Ken ik niet. Ruikt wel best oké. Okay. Ik weet het niet. Voilà. Smells good. Dan, wat heb ik nog gekregen? Ik heb een foundation van Yves Saint Laurent. Ik denk dat dat wel in mijn kleur is. Ja. Zullen we ook eens uitproberen en gaan testen. Ik gebruik nu meestal de make-up eigenlijk van de Kiko. Ben ik ook wel goed tevreden van. Dan gaan we nog eens kijken welke we er nog hebben in Sikke. Zo, ik heb hier ook nog een maskertje van Clinique. Laten zien. Dit zorgt voor hydratatie in 72 uur. Ga ik zeker eens proberen. Dan hebben wij een oogmasker. Zorgt ook voor hydratatie. Dat is van Dior. Dan hebben we ook nog een staaltje van Miss Dior. En dat is van Roses and Roses. Oh, it smells good. Hell yeah. I love it. Gaan we ook zeker proberen. Dan heb ik ook nog een... van een hand- en nagelcreme. Oeh, dat komt goed uit nu bij de coronatijden. Nu dat je handen zo vaak moet wassen en ontsmetten. Dat droogt enorm uit, vind ik. En ook voor je nagelriemen worden daardoor gevoeliger. Dus ideaal. En dat is van Claret Paris. Ga ik ook zeker eens uitproberen. Eigenlijk ideaal voor in uw handtas. Nice. Echt ideaal voor in uw handtas. Gemakkelijk om overal mee naartoe te nemen. En dat is wel fijn als je zo ergens naartoe gaat en je handen zijn wat droog. Dat je toch tenminste kunt invrijven. En zorg dat die goed gehydrateerd blijven. Dan heb ik ook nog iets. Het hoort niet bij het driedelig set. Van Clinique, maar dan heb ik ook van de Anti-Blemish Solution. Ik wou iets zeggen, maar ik weet niet meer. Heb ik ook een... Auw, mijn nagel. Heb ik ook een masker. All Control Cleansing Mask. Dus dit... zorgt dat het vet van je huid afgaat. Is een best grote tube eigenlijk. Ik weet niet hoeveel erin zit. 100. Je kunt dat één keer per week of om de zoveel... Eén keer per maand, niet om de zoveel keer. Eén keer per maand doen. Dus je kunt zelf kiezen. Ook aanvoelen wat je huid aan kan en wat niet. Maar dit helpt... Het herstellen van het huid. Zorg dat er geen breakouts meer zijn van puistjes. Zorg ook dat de huid mooi blijft glanzen op een natuurlijke manier. En niet overvloedig vettig is. Het is volledig olievrij. Dus zorg niet dat je een vettige glans krijgt. Meer zo een gezonde huid. Shiny. Dus dat ga ik ook zeker eens proberen. Ik ben echt benieuwd. Dus we zullen zien. Dit zijn de productjes die ik van Issy Paris. Nogmaals wil ik zeggen, niks is gesponsord van Issy Paris. Niks is gesponsord. Dit is gewoon wat ik wou kopen, omdat ik dat had gevonden. Mensen hadden mij dat ook al gezegd, dat dat goed was voor een gevoelige en toch wel wat vettigere huid. Dus
No shame, girls. Everyone have a different skin. Je kunt ook een droge huid hebben die er niet mooi uitziet. Mijn huid glimt altijd, is ook niet altijd fijn. Je hebt mensen die vol puistjes staan, dat is helemaal niet fijn. Je hebt andere mensen die vol vlekjes staan, weet ik veel wat. Het is allemaal niet fijn. En daarmee is het fijn als je de juiste producten vindt voor je huid. Waar jij je ook goed bij voelt. Wat ook iets doet. Ik ben ook al bij de dermatoloog geweest. En die heeft mij ook al dingen voorgeschreven. Maar dat is nog duurder als kliniek. Geloof mij. Maar kliniek is eigenlijk... Ja, is soms wel wat prijzig. Maar als het zijn effect heeft, dan ga ik jullie ook zeker laten weten wat ik ervan vind. Hoe mijn huid hierop reageert. Ga ik jullie zeker laten weten. Want dat is denk ik wel fijn als jullie dat weten. Ook voor jullie zelf als jullie producten willen gaan kopen. Ik weet, iedereen zijn huid is anders. Maar er zijn toch altijd mensen die echt rekening houden met iemand anders zijn huid. Of die ook ongeveer de gelijkenissen hebben. Dus... ik laat jullie gewoon zeker weten. Dan heb ik ook nog een leuk pakketje gehad. Van bij mijn lievelingsjuwelier Frank Hellings. Iets speciaals van Icewatch. Gaan we eens kijken. Oep, daar komt ie. Het is een zonnebril. Voor festival ideaal. Zo zou ik hem eigenlijk ook nog wel dragen. Is best oké. Kijk hoe ik het eruit krijg. Oh, voilà. Very easy. Nice. Hangt zo op een touwtje. Zo mini sunglasses. En dan daar op de achterkant staat dan ook Icewatch. Nice. Super mooie bril. Ook aan de zijkant. Ideaal. Het gaat zo perfect achter je oren. En voilà. Ideaal. Super nice. Voelt heel licht. Voelt zalig. Komt tot hier ergens. Maar voelt goed stevig. Je valt niet af. Want ik heb heel vaak als ik voorover buig dat een zonnebril afvalt. Omdat mijn gezicht eigenlijk vrij smal is. En... mijn neus ook wel, kan ik zeggen. Dus mijn brillen houden heel slecht. Maar ik ben echt tevreden. Super mooie bril. Is echt zalig om te dragen. Dus dit waren mijn productjes van mijn lievelingsjuwelier Frank Hellings. Ik zal zeker zijn link van zijn website en het adres van de winkel ook eens in de comments zetten. In de comments, in de description. Het is laat, mensen. Ik ben moe. In de description ga ik dat zeker zetten. En ik zal ook de productjes van Clinique erin zetten. Als jullie die willen kopen, ga dan zeker eens kijken. Dit is helemaal niks van gesponsord. Ook niet van Icewatch. Maar ik wil toch even reclame maken. Want dat is fijn voor die mensen. Dus ik zet alles in de description. En ik zie jullie zelfs weer. Want ik ga nu even nog een paar mails doen. En wat ik hier allemaal heb uitgehaald opruimen. Want... het zijn veel spulletjes wat ik heb laten zien, maar ik hoop dat ik tevreden ben. Ik denk het wel, maar ik laat het jullie zeker weten. And this is my beautiful sunglasses. Zo, het is ondertussen al bijna 9 uur. Ik heb nog wat mailtjes gedaan. Dan... heb ik juist het uitgeprobeerd van Clinique. Mijn huid voelt zo zacht. En de onzuiverheden komen wel duidelijk naar boven. Maar je voelt zo zacht, zo diep gereinigd. I love it. My skin feels so soft. Dat is lang geleden. Maar ja, dus het voelt zalig. We zijn er samen eens gaan kijken. Ik weet niet of ik dat al gezegd had. Maar gisteren... waren we aan het wandelen en toen had ik gezien iets verder hier dat een koe pas bevallen was. Er liep nog vocht uit. Het kalfje lag erbij en die was die nog aan het aflikken, want er hing nog zo de placenta of zo aan. Dus ik heb het dan in de groep van
het dorp gezet. En we hebben de boer gevonden. Die heeft het kalf weggehaald. En de mama, want ja, die moeten normaal op stal bevallen. Zodat het kalf goed hulp krijgt. Dus we waren toch eens gaan kijken of het er nog was of niet. Omdat je dat toch nooit weet. Maar het was er niet. Dus is het wel goed. Dat waren we even gaan doen. Dus we hebben een klein toertje gewandeld. Het is ook niet zo goed weer meer. Deze voormiddag. Ik denk dat het nog mooi is geweest tot... Ik denk toch wel tot 5-6 uur. Dan heeft het even geregend. Nu is het weer mooi droog, maar wel heel grijs. Ik weet niet of jullie mij zien, maar ik heb geen zelflicht aan te doen. Dus... Oh, dat heb ik gedaan. Nu my face. It feels so clean. Oh my god. Maar ik ga nu gezellig met iedereen samen tv kijken. Dus ik ga bij deze ook deze vlog afsluiten. Hoe kan je mijn huid zien? Dus vergeet zeker niet te abonneren. Doe thumbs up. En klik op de bel als jullie melding willen krijgen van een nieuwe vlog. En ik zie jullie in de volgende vlog.